Maar delen jullie nu de opmerking van de hoogleraar die net zegt, als je een starter bent, dan moet je nu eigenlijk niet een appartementje of zo kopen, want de komende jaren gaat die prijs nog omlaag. Nee. Niet? Nee, want ik snap wel wat hij zegt. En als je puur naar de waarde kijkt, of misschien die ontwikkeling die er nu aankomt, maar je moet wel ergens wonen. En het huren is heel vervelend. Huren is heel leuk, maar ik geef iedereen het even te doen om nu een woning in Amsterdam te gaan huren voor een vergelijkbare prijs als dat je misschien aan de hypotheek kwijt zou gaan. Ja, het is er gewoon niet. Dus ja, je kunt wel zeggen, als je heel kortstondig ergens wil wonen, nou, misschien moet je dan niet kopen. Maar van de andere kant, je moet wonen. Het is net zoiets als ademen. Je kan niet zonder. Maar als je ergens kortstondig wil wonen, is het toch nooit heel verstandig om te kopen. Ja, kortstondig. En dat maakt niet zoveel uit of het een crisis is of niet. En ik zou zeggen, je moet gewoon kijken of je ergens echt wil wonen, of je er echt voor wil kiezen. Precies. En als je het een redelijke zekerheid over je eigen situatie hebt, dan kun je het doen. Want er is veel onzekerheid. Maar ja, zolang je een redelijke zekerheid hebt over je eigen lot en je geniet van het wonen. Die zeggen van, ik ga nu niet een huis kopen, want ik wacht even, want die prijzen gaan lekker straks omlaag. En straks is een huis 10% goedkoper. En dan ben ik stom geweest dat ik nu een huis heb gekocht. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat denken. En wat raadt u ze aan? Wachten. Nou, dat vind ik nogal een moeilijke vraag, want ik weet niet in welke situatie mensen verkeren natuurlijk. Nou, in de situatie dat ze het zich kunnen permitteren om nog even te wachten. Wat zegt u dan? Dan zou ik zeggen, wacht even. Ja, maar dat is wat u eigenlijk niet wilt, want u wilt die doorstroming. Ja, maar ik vind dat mensen natuurlijk moeten ook een waker zijn van hun eigen portemonnee. Dus je moet natuurlijk wel even weten wat je doet. Ik bedoel, ja, als je niet voor je eigen belangen opkomt, niemand doet het voor je. Oh ja, dat doe ik. Voor de huidige zitter, dat wel. Maar haal anders de oprichtingspapieren er even bij. Ja. U was voor de huisbezitters. Ja, daar bedankt voor. Daar hebben we u niet voor van de auto's, nee. Niet van de lippenstift. Ja, dat brengt trouwens een vraag. Als die huizenbezitters, die lid zijn van uw vereniging, die zijn er helemaal niet bij gebaat dat er heel veel andere huizen bij komen. Want schaarste is goed voor de prijs van hun woning. Dus die vinden het helemaal niet fijn dat u oproept aan de overheid om meer te investeren in woningbouw. Nou ja, we hebben natuurlijk veel leden en dan heb je zowel kopers bij als verkopers bij. En die hebben bijna een soort tegenstrijdig belang. Maar je hebt inderdaad gelijk, als er schaarste is, dan blijven de woningprijzen gehandhaafd. Dus uw leden zijn daarbij gebaat? Niet altijd. Want als doordat die woningprijzen, doordat die toestand nu zo is en mensen dus niet meer gaan kopen, dan krijg je natuurlijk weer, dan kom ik weer met hetzelfde verhaal. Nee, niet hetzelfde verhaal. Oké, maar dat is het wel. Okay.